al te lang door. Te lang door. Als ik eindelijk op gang ben, ligt de rest al op één oor. Op één oor. Dan word ik heel vervelend en ik zie het aan elk wijf, mietje. Elk wijf. Mietje, kies vragen erom, ja, dat staat toch buiten kijf. Ik vind mezelf zo lollig, maar het is echt geniaal. Geniaal. En waar je ook vandaan komt, ik spreek elke taal. Elke taal. Ik kan fantastisch dansen en ben bovendien heel knap. Bovendien heel knap. Die fluitjes gaan te langzaam, sluit me liever aan op de tap. Ja, de dag erna een kater en een eikenhouten bek. Contact mee ze kwijt, je kleren onder de drek. Onder de drek. Je krijgt een telefoontje van iemand die je nauwelijks kent. Nauwelijks kent. En ze blijft maar zeuren dat je iets vergeten bent. Toepasselijk voor het volgende onderwerp. Want we zijn aangekomen bij een van de meest grootste en bekende dorpsfeesten van Nederland. Natuurlijk Dorpsfeest Zandpoort. In 8 dagen tijd organiseert de Harddraverijvereniging ongeveer 40 evenementen van jong voor oud, voor jong en oud. Van klein tot groot. En ja, gisteren had eigenlijk de afsluiting moeten zijn van het Dorpsfeest. En ik denk dat we het allemaal toch eigenlijk best wel missen. Maar gelukkig zijn er nog genoeg beelden van de afgelopen 260 jaar. Dus daar gaan we nu naar kijken. Dit is heel mooi, hè? Ja. Ja, dit is geweldig. Het is allemaal oud en het is geweldig. Het is top. Omdat ik het mooiste onderdeel van de hele feestweek vind. Het is iets wat je nooit verder ziet en er wordt zoveel aandacht besteed aan die rijtuigen en die paarden. En de mensen die daar op zitten en die beesten onderhouden, ik vind het geweldig. Een week lang feest hier? Ja, een hele week. Met allerlei spelletjes voor de kleineren. En, nee, top. En dan krijg je dus nog de korte baanwedstrijden in de Hoofdstraat. Nee, het is, heel goed. Het is super. Ik wens jullie allemaal een heel, heel gezellige feestweek.
je die beelden dan ziet, dan breekt je hart toch wel een beetje, als ik eerlijk ben. Want inderdaad, gisteravond hadden we natuurlijk een mooie afsluitende avond moeten hebben eigenlijk. Maar helaas. Uitgenodigd hier op het Fort Eiland, en daar zijn we nu alweer ontzettend trots op. Dat is de voorzitter van de Harde Raverijvereniging Zandvoort. En ik denk dat iedereen hem wel kent. Niemand minder dan Bas Kuns. Bas, goedenavond. Goedenavond. Ik heb jou wel gevraagd om deze zonnebril even op te houden, want hij is sowieso hysterisch geweldig. Maar er zit ook een verhaaltje aan vast. Vertel. Een verhaaltje. Vorig jaar, 260ste korte baan, thema was Ascot. We waren op studiereis geweest naar Engeland. Kijk hoe ze het daar deden. En Nederlands kampioenschap was ook nog in het dorp. En daar hadden we speciaal brillen voor laten maken. Ja. En vandaag met het zonnetje kwam dat perfect uit. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Maar ik zal jullie toch ook even in de ogen ja, kijken. Ja, dat is heel netjes, dat is heel netjes. Maar ik kon het niet laten om even, ik moest de bril even laten zien. Ik weet niet, hoeveel jaar ben je al voorzitter van Harder en Vrij? 10 jaar nu. Oké. Okay. Jubileum had het eigenlijk moeten zijn. Dus. Had een jubileum moeten zijn. Dus ik ben nog steeds maar 9 jaar. Je moet nog wel minimaal naar. Je blijft er nog wel even, mag ik hopen. Ik had nog geen directe plannen. Oké. Okay. Wat is jouw eerste aanraking geweest met het dorpsfeest? Ja, dat gaat natuurlijk terug naar de jeugd. Haarlem geboren. Wel altijd naar Zandpoort, naar het dorpsfeest. Onze wens, Zandpoort wonen. 88 waar geworden. Marion en ik in Zandpoort komen wonen. Marion was altijd bij drumband Wilhelmina. In 2002 denk ik dat het was. 2000, toen moest er naar het vuurwerk gelopen worden voor de afsluiting. En dat was geen muziek. Dus daar is het ontstaan dat drumband Wilhelmina de muziek is gaan verzorgen voor de vuurwerkoptocht. En zo ben ik eigenlijk ook, niet dat ik speel, maar Marion wel. En ik organiseerde het. Je vrouw, ja. Langzaam ingerold. 2005 werd ik gevraagd om 2009, het 250ste jaar, naast het bestuur te gaan organiseren. Dus het bestuur moest ieder jaar weer een weekje neerzetten. Wij zijn 4 jaar bezig geweest om een gigantisch jubileumspektakel neer te zetten, wat 2009 ook is geworden. Legendarisch. En zo is het gekomen. Ja, nu bedienen jullie ongelooflijk veel, het hele dorpsfeest Zandvoort bedient ongelooflijk veel mensen. Jij zei het al, je komt uit Haarlem, mensen uit Haarlem, mensen uit Muiden, mensen uit Beverwijk, zelfs uit Heemskerk komen naar het dorpsfeest Zandvoort. Merk je dat ook in de reacties? Worden jullie veel gemaild, komen veel mensen naar je toe? En hoe voelt dat? Ja, zeker voor dit jaar hè, is het iedereen leeft mee. Ja. We hebben nog lang zijn we bezig geweest voor een kermis, maar ja, te complex, alles moeilijk. Prima samengewerkt met de gemeente, maar uiteindelijk besloten van we doen het niet. Ja, en iedereen vindt het ontzettend jammer. En het mooie is wel, ik weet niet of je het gevolgd hebt op Facebook, social media, ja. De creativiteit van de Zandpoorters, maar tot in Aruba, Curaçao. Fantastisch. Ik heb het over heel de wereld gezien. Ja. Werden kleine dorpsfeestjes georganiseerd in Achtertuin. Ja. Het was een klein beetje kippenvel ook om Facebook om te zien inderdaad. Ja. Hè? Ja. En alle horeca die dan ook weer de handen ineens slaat en die dan toch wel kleine initiatieven, allemaal keurig met de 1,5 meter. Iedereen houdt zich ook aan de regels, dat vind ik ook heel mooi. Iedereen geeft ook aan op Facebook van joh, we houden ons wel aan de regels, maar we willen toch dat kleine feestje. Mooie ja. initiatieven. Bas, nou, je bent er al een tijdje volgens mij. Ja, we zijn vanmiddag om 5 uur geland hier op het eiland. Ja. Zoals ik een beetje mensen van het dorpsfeest ken. Ik zie er daar nog een paar staan. Ja, daar. Ja, gezellig, lieve mensen. Leuk dat jullie er zijn. Leuk dat jullie ook allemaal een colaatje hebben. Want we hebben geen alcohol. We schenken geen alcohol. Nee, natuurlijk wel. Leuk dat jullie er zijn, lieve allemaal. We gaan, Bas, dankjewel. Blijf even staan. Want we hebben natuurlijk ook mooie beelden. En ik hoor ook iets bij de ruïne van Brederode. Daar schijnt iets aan de hand te zijn. En gelukkig hebben wij onze razende reporter Thijs erop afgestuurd. Belgium, virtueel festival. Razende reporter Thijs. Ik kreeg vanochtend een rare tip. Een anonieme tip over het hackerteam van Dorps Zandpoort is gesignaleerd. En ik ben naar het veldje in de ruïne gegaan en ja hoor, het ziet er echt een beetje raar uit. Ik denk dat ze net wakker zijn uit winterslaap. Hey, wat mag ik vragen wat je aan het doen bent? Nou ja, zoals je ziet zijn er heel veel vlekken op die hekken, dus we hebben nu mooie tijd om die hekken schoon te maken. Zal ik even poetsen? Zo, ja, dat zal wel een beetje anders jaar zijn voor jou. Ja, dat is wel jammer helaas, maar ja, weet je. We houden ons zelf maar bezig. Hey, en zijn dit die stokken die ze gebruiken bij het ringsteken? Ja,
die moeten wel in topconditie zijn voor volgend jaar. Dus we zijn zomaar even een beetje aan het bijpunten. En hopen dat ze volgend jaar weer de topscore kunnen behalen. Scherp hoor. Is dit de enige moment dat je kan vinden om de shirtjes te wassen? Ja, ja. Eigenlijk doen we dat nooit zo vaak. En ze waren wel erg smerig, dus we hebben de tijd genomen om ze goed te wassen. Ga je ze dit jaar nog gebruiken, denk je? Ik ben bang van niet. Misschien één of twee als poetsdoek, maar het dorpsfeest zit er niet in. Mag ik vragen wat jullie normaal gesproken doen in een dorpsfeest? Ja, we zijn eigenlijk de hele week in touw om eigenlijk al het logistiek om het dorpsfeest heen in orde te brengen. Dus hekkenteam zet vooral hekken, maar ook dingen eromheen. Bordjes, vlaggetjes, van alles. En hoe voelt dan zo'n jaar als dit? Ja, eigenlijk is het een beetje somber. Moet ik hem aanpakken? Ik heb misschien wat te doen voor jullie. Meen je niet? Ja, als jij dusdanig leeg voelt. Zeker weten, alles. We pakken alles aan. We gaan een bandje opnemen hier voor het Velsen Virtueel Festival. En we hebben nog een mooi decor nodig. Wil je me helpen? Zeker weten. Jongens, we moeten even helpen. Wat? We mogen helpen. Dat meen je niet, ja. Dat gaat te doen. Ja, lekker. Lachen. Kom mee, jongens, kom mee. Ja, kom. We gaan mee. En kletsen gelijk thuis. Kijk, deze hooibalen. Die mogen op het gras. We krijgen een bandje. Dat moet natuurlijk een beetje leuk uitzien. Ik weet dat jullie weten hoe je zo'n hooibaal goed tilt. Even kijken. Zie die techniek ook, hè? Zie hoe makkelijk dit gaat. Dit gaat vrij soepel, jongen. Hey, jongens, hier nog even eentje. Dit is wel leuk. Dit is wel leuk. Je merkt dat hier ervaring in zit. Het gaat gewoon bijna vanzelf. Ja hoor, ja. Hey, de band moet ruim staan, hè? 1,5 meter. Dus zet maar wijd neer. Ja hoor. Biertje, mannen. Lekker! Lekker. Lekker. Lekker gasten. Hey, proosten jongens. Lekker bezig. Ik zie wel waarom jullie het meest best functionerende team zijn van de regio. Succes nog deze week. Dankjewel. En tot volgend jaar. Tot volgend jaar. Ja, 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 het hekkenteam. Echt een begrip in Zandpoort, het hekkenteam. Mannen, bedankt voor jullie hilarische bijdrage. Het was natuurlijk gefilmd bij de ruïne van Brederode. Daar waar de agrarische dag en de concours hippiek natuurlijk altijd plaatsvinden. Een band die jarenlang op het Ramsespodium heeft opgetreden. Die mag natuurlijk ook niet ontbreken. Wij gaan nu kijken en luisteren naar een interview met de frontman van die band. En een optreden van de band. Full Count. Heel veel plezier. Velsen Virtueel Festival. Razende reporter Thijs. Hey Ed, goed je weer te zien. Thijs, ja, jou ook. Hoe is het om weer eens bezig te zijn met een optreden? Ja, het is lang geleden, kun je wel zeggen. Hoe lang geleden? Nou ja, tel maar na. Ik denk voor het uitbreken van de crisis hadden we heel veel optreden staan, zeg maar. Maar dat is allemaal, het is allemaal niks geworden, zullen we maar zeggen. Door de welbekende reden. Dus schat maar in, maandje of 5, denk ik. Zoiets. Is het dan fijn om weer bezig te zijn of is het onwennig? Het is heel dubbel. Er is natuurlijk het een en ander gebeurd in die coronacrisis bij ons. Het overlijden van Gert-Jan, dat is natuurlijk heel triest. En aan de andere kant is het ook weer heel fijn om muziek te maken. Speciaal hiervoor hebben we natuurlijk weer een keertje kunnen oefenen. Maar ja, dat kan ook niet in onze oude bunker waar we altijd oefenen. Maar dat hebben we dus in een loods gedaan. En dat is de loods van Fred, die heeft een loods. En dat is groot genoeg. En daar hebben we gelukkig weer kunnen oefenen. En ja, wat je merkt is dat als je dan eenmaal weer bezig bent, zeg maar. Ja, dit is dan toch wel muziek verbindt, zullen we maar zeggen. Het geeft troost, het geeft kracht. Absoluut. En merk je het muzikaal in een andere opstelling?
Nou ja, voordat de crisis uitbrak waren we natuurlijk al bezig met bezettingswisselingen. Joanne die heeft ons zeg maar 2 jaar uit de brand geholpen. En het was al bekend dat hij niet langer door zou gaan eigenlijk. Maar en er is dus op een gegeven moment zijn op zoek gegaan naar een nieuwe zangeres en een nieuwe bassist. Dat heeft even tijd geduurd, een tijdje geduurd, maar op een gegeven moment was het dus zo dat ja, we eindelijk weer rond waren. 2 keer geoefend, ja. Zeg maar. En ja, toen stond alles stil. Stond de hele wereld stil. Het was, vuur en vlam, ging het weer mis. Ja. Maar dit is eigenlijk dus een beetje presentatie van een nieuwe full count. Ja, wat ik al zei, het is heel dubbel. Het is aan de ene kant afscheid nemen van en aan de andere kant het vieren van een nieuw begin. En ja, het zal raar blijven de komende tijd. Sowieso in deze periode is het raar. En ja, dat zal nog niet zo snel veranderen, denk ik. Als goede vriend en fan van de band wil ik toch even vragen, gaan jullie wel door de komende jaren? Ja, we hebben elkaar op 1,5 meter in de tuin. Dat was onze eerste ontmoeting. Dat is alweer 1 maand geleden, denk ik, zo'n beetje. Ja, we hebben elkaar een beetje in de ogen gekeken van ja, wat willen we allemaal? Ja, nou ja, goed. Zeker de nieuwe mensen, die hadden zoiets van ja, we hebben eigenlijk nog niet eens begonnen. En, dus we willen eigenlijk wel heel graag. En nou ja, de meesten hebben daar gewoon positief op geantwoord. Zo van, ja, het is rot, het blijft rot. En het zal nooit weggaan. Het is alleen, ja, we houden allemaal van muziek maken. En ja, dan kan je wel thuis gaan zitten, maar ja, dat schiet ook niet op. Dus ik denk dat voor het verwerken en voor alles, dat het gewoon goed is dat we weer aan de slag gaan. En we zien in de komende tijd wel even hoe het verder loopt. We doen het rustig aan, stapje voor stapje. Dat zeg ik, we zijn weer begonnen met oefenen een keer in de loods en het voelde gewoon goed. Maar ja, dat is ook aan iedereen verder hoe mensen daarover denken en doen. Dus lekker. Terwijl de drummer alvast de soundcheck doet, kan je alvast vertellen wat je gaat spelen, zo denkt. En waarom? Nou ja, in deze rare tijd, want dat blijft het natuurlijk, onze hele goede maat Gert-Jan een beetje te eren, beginnen we met iets van De Dijk. Dat was zijn lievelingsband en daar hebben we toen ook een nummer van opgenomen, als ze er niet is. En dat spelen we nu live straks, als eerste. En dat is ook een beetje, en daarna gaan we gewoon door met een aantal lekkere nummers zoals je gewend bent van Full Count. Om ook weer een beetje het nieuwe begin weer te vieren, zeg maar. Dus, het publiek staat er niet, behalve ik. En ik ga ervan genieten, maar er zijn we gelukkig vele mensen die gaan lekker kijken deze stream. Dus dat gaat goed komen. Ik hoop het. Hey, veel plezier. Ja, dankjewel. Succes. Deze is van onze grote vriend Gert-Jan. Dient er een dat ik mijn mond hou als ik je weer zie. Ken mezelf onderhand, prater ben ik niet. Hoe was het hier, zul je vragen? En ik zal zeggen goed, maar ik zeg je weer niet wat ik nu denk, dat ik je eindelijk zeggen moet. Man weet niet wat hij mist, weet niet wat hij mist. Man weet niet wat hij mist. Man weet niet wat hij mist, maar als ze er niet is. Als ze er niet is, weet de man pas wat hij mist. Oh, als ze er niet is. Jij praat 100 uit over hoe het was en hoe je het hebt gehad. Misschien als ik op dreef ben, zeg ik een keertje schat. Dan vraag je mij. Was het bij jou? Hooguit zeg ik dan stil. Maar ik zeg je weer niet wat ik nu denk, wat ik je eindelijk zeggen wil. Man, weet niet wat hij mist. Weet niet wat hij mist. Man, weet niet wat hij mist. Man, weet niet wat hij mist.
Als ze er niet is, als ze er niet is. Nu je hier niet bent, nu voel ik het in mij. Nu je mij niet hoort, voel ik het hoort, 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 hoort. Wij zijn Full Count in de volle bezetting.
We heten jullie van harte welkom in het Velze virtuele festival, zoals dat met een mooi woord heet. Wij staan altijd heel vaak op Sandpoort, de Feestweek, Ramses Podium, mag geen reclame maken, maar vooruit. We missen jullie heel erg en we hopen hier ook een bijdrage te leveren aan dat we toch een beetje dichter bij jullie zijn. En we hopen echt dat we volgend jaar weer volop aanwezig zijn op de Zandpoortse Feestweek. Ain't got no. Follow the heavy load.
Thank you.
ik ontwikkel en ik draai. Pure vreugde zwak verschaf. Kom met me dansen op een graf. En ik oogst en ik zaai. Ik ontwikkel en ik draai. Pure vreugde zwak verschaf. Kom met me dansen op een graf. Staat Bredero nog? Ja, gelukkig wel. We beginnen met het laatste nummer. Die, Brederode. Ja. We doen het laatste nummer voor jullie. En ik wil nog zeggen, tot de volgende keer, tot volgend jaar. Stay safe, ook de komende periode. En ga je goed. Zandvoort, laat je horen. Voor onze laatste nummer. Stay safe. En we zien jullie in een gezond 2021. Yo! Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're wonderful, flawless, and you're sexy, baby. But you walk around here like you wanna be somewhere else. Fine. Oh, 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 oh
Zandpoort, bedankt. Velsen Virtueel Festival.